Dit is Dumpertreten 81 met Arjen Lubach. Hey! We zijn ineens begonnen. Ja, zo doen we dat gewoon. Zo gaat het ineens. Ja, precies. Ik dacht, dit is een test van je stem of zo. Nee, we hebben geen belastinggeld, vriend. Wat toch een ramp. Al wordt het zo'n dag. Ja, nee. Ja. Oh, nou, wat vind je van je eerste filmpje in Dumpertreten? Waarom heb ik hier ja op gezegd? Ja, geen idee. Jeetje. Het is mij nog nooit overkomen. Dat je gewoon gelijk geconfronteerd wordt met kotsende aandachtshoeren en paupers en tequila. Nee, ik bedoel zelf kotsen over een lekkere chip. Oh, ik dacht dat je bedoelde dat iemand tequila van je afdronk en dan kotste. Nee, dat ook niet. Eigenlijk een hele beschaafde jongen, want hij had ook gewoon kunnen denken, nee, onder de groepsdruk ga ik nu in die limoen bijten, maar dan barft hij gelijk heel de bek vol natuurlijk. En nu denkt hij, nee, ik laat me niet kennen, ik ga niet mee met het verwachtingspatroon, ik ga niet bijten in de limoen, ik barf rustig naar de zijkant. Maar je ziet hem denken van, je ziet hem zo denken van, ja, het gaat wel, gaan we, en dan gaat hij zo terug en daardoor komt die kotste zo heel stom zo uit. Zo. Ik ben nooit op dat soort plekken, ik ga ook nooit uit of zo. Dus dit zijn dingen uit, Lord of the Rings-achtige praktijken. Ik bedoel, ik geloof nog meer dat de Lion King echt is gebeurd dan dat dit soort dingen echt zijn gebeurd. Ja. Kotsen, aandachtshoeren, feest, palmbomen, 5 reten. Het kostte wat moeite, maar kon erop fappen. 3 reten. Dan voor de muziek 5 reten. En voor het filmpje 1, dus dat is gemiddeld 2,5. 3. Ja, weet ik. Volgens mij ken ik deze gast al mijn hele leven. Sinterklaas, gek. Ik heb nog nooit een donkere man zo hard zien hakken. Mag je dat niet zeggen over Zwarte Piet? Ga je nou toch racistische grappen zitten maken? Ik zou niet durven. Volgende keer bier gooien. 3 reten. Oud-Nederlandse tradities, zoals hakken, altijd 5 reten. Tijd om je hand in je broek te steken, reageerders. Kijk wat voor weer het is. Dat meisje vat kou. Je gaat zweten en dan loop je zonder broek in een bos. Als zij stopt met sporten zo, vat ze kou. Ja man, echt super erg. Dit is toch, ja. Dit is gewoon een soort, ja. Het is gewoon een chick die... workout doet. Ja, maar nee, voor jou is dat porno. Misschien... Nou, ik bedoel, heb je wel eens echte porno gezien? Nee, dat mag niet van de VPRO. Het is niet een knappe chick... die per ongeluk gaat sporten en per ongeluk net iets tekort aan heeft... en iemand heeft dat gefilmd en kijkers, wat een geile chick. Het is gewoon een pornoactrice of zo. Niet echt dikke billen. 2 reten. Het is niet de manier waarop je een boom omduwt, meisje. 4 reten. Nou, leuk. Ja, nee, maar ja, daar houden we. Doen we het goed? Gaat het goed? Gaat uitstekend. Ja, ik weet het. Ja, voel je je op je gemak? Nou. Hier. Ah! Oh! Onvruchtbaar. Oh, wauw. Dat gevoel dat je als man hebt als je ergens in wordt, zeg maar die pijn die je voelt, zouden vrouwen die kennen? Ja, volgens mij wel. Hoe dan? Nou, omdat wat moet je dan pijn doen bij een vrouw? De clitoris. Dat hele specifieke pijn als je in je ballen wordt getrapt. Ja, ik weet niet of vrouwen... Dat soort al het zwart zo... Dat je misselijk wordt en dat alles wegtrekt. Maar dat hebben vrouwen... Nee, die hebben dat niet op die manier. Nee, die moeten niet zo zeiken. Die hoeven alleen maar te baren en zo, weet je wel. Oh, wauw. Wat had je gehad als dit filmpje goed was gegaan? Ik denk een pornofilm. Ik denk dat ze uiteindelijk ook in de kut hadden moeten verdwijnen, maar niet op deze manier. Ja, oké. Hier, hij slaat gewoon hier. Toch? Of ben ik nou gek? Ja, oh nee, dan doet het geen pijn. Even een kudo omlaag. Momentje. Zou jij dat doen? Haar? Wat goed. Dat hoort toch? Ja, dat hoort. Zou jij dat doen? Nou, ik hou niet zo van aandachtshoeren, eerlijk gezegd. Oké. Okay. En jij? Ik had die vraag niet terugverwacht. Nee. Ik geef 3 troostreten, omdat ik het een beetje zielig vind. Dit is gewoon op de been, toch? Dus, dus dit is gewoon nep. Gewoon... Fake. Ja, niet in de kut. 1 reet. Is het niet leuk als we een soort initiatief beginnen dat iedereen eigenlijk die rating kan doorgeven aan ons? En dat wij dan alleen maar
Zo zonder onze eigen mening te geven, gewoon. Een soort directe rating. Ja. Ja, echt een fucking slecht idee. Is er een rotje? Dat is niet één rotje. Dat is een rotje. Hallo. Maar in principe had hij ook gewoon derde graads brandwonden op kunnen lopen, toch? Ja, en een paar ledematen kunnen verliezen en zijn ogen kwijt en zijn pik eraf en allemaal van dat soort verschrikkelijke dingen. You okay, Danny? Are you okay? Dit is wel een actie die ik eerder zou verwachten van een man bij een vrouw dan andersom. Nee. Als een man dit bij een vrouw doet, dan doet hij bijvoorbeeld de rotjes in een grote pan. Zodat hij weet dat het brandgevaar en het explosiegevaar beheerst wordt. Ja, okay. Twee blusdekens neer. Ja. En hij doet het in Beverwijk, want daar zit een brand op. Ja. Goed gedaan van het meisje, leuk gedaan. 4 reten. Pranks 0 reten, zeggen we hier vaak. Ja, precies. Ik ben het met prank 0 reten eens. Wat zegt je hart? Wat zegt mijn hart dat het een kutwijf is? Nou. 0 reten. G'day, my name is Ed. My favorite machine at the gym is the cables. Hey guys, my name is Bo. My favorite machine is the leg press. Hey guys, Ryan John. My favorite machine is the vending. Echte mannenhumor. Ja, een beetje flauw. Naakte mannen. Ja, dat wel. Dit is het gemiddelde mannenlichaam. Weet je? Ja. Dit is waar de meeste vrouwen het mee zullen moeten doen. Ja. En het meedoen. En het meedoen ook. En die gewoon accepteren als je man. Want het is een leuke vent. Zeker nog, zet die gast een soort pak aan. Dat is gewoon een hele knappe gast. Ja. Goede, mooie rode baard. Waarschijnlijk ontzettend groot geschapen. Hey guys, Ryan John. My favorite machine is the vending. Naakte mannen. 5 reten. Ik snap het reten nog steeds niet helemaal. Als jij nu opeens naakte mannen 5 reten gaat geven. Ik vind sportschool grapjes altijd kut. 0 reten. Of moet je dan juist 5 reten geven? Kan ook. Of 5 fitness toestellen. Oh. En dan gaat iemand daar plaatjes bij zoeken. Ja. 5 Natalie Portmans. Ik denk dat het nep is. Ik weet niet hoe dat in Frankrijk zit. Misschien dat het daar anders werkt. Maar er moet volgens mij echt wel veel gebeuren voordat een leraar gaat slaan. Want ja. Je bent gewoon je baan kwijt. Maar het kan bijna niet dat je hem echt zo klap, duw, klap in perfecte uitvoering. Gewoon de techniek is te goed, weet je wel. Ik ben er gewoon niet helemaal over uit of het nou nep is of echt is. Het is wel VVS, dat is erg jammer. Dus alles bij elkaar, 3 reten. Ik geef gewoon 1 reet alleen maar voor die staart. Ja, je moet ook wat, hè, als je in Gelderland woont. Het is wel lekker. Het is wel leuk als je zo'n autobeheersing hebt. Ja. Mag de politie op basis van dit soort filmpjes mensen aanhouden? Dat volgens mij wel, ja. Maar hij overtreedt geen regels? Jawel. Wat dan? Roekeloos rijgedrag. Dag. Hoezo is dit roekeloos? Volgens mij is die man behoorlijk in control. Oh ja. Nee, ja, toch? Of niet? Ja, hij was gewoon een kwartiertje geleden uitgegleden en is nog steeds bezig met de correctie. Ja, nee, maar dit is toch controle? Ik doe correctie. Nee, maar als dit roekeloos is, dan zijn sowieso alle bejaarden op de weg ook roekeloos. Ik vind het tegenvallen dat er geen ongelukken gebeuren. 1 reet. Goed vermaak, mooie rondjes, goede techniek, geen VVS, 4 reten. Hoppakee. Zo, je bent een pro. Zo, die kan er nog wel bij. Mevrouw. Maar dit is een officiële commentaar. Ja, dit is niet later eroverheen gezegd. Nee, dit is op live televisie. Van Ziggo Sport. Ja, dit is niet het begin van een handyman film. Oh, lekker op het kindertje. Oh. Kijk het kindertje. Lekker op het kindertje. Die tong ook echt. Die tong, ja. Het kan er niet bij. Nee, maar er zit iets op de kin en ze probeert het met de tong eraf te halen. Ah ja, ja. Want ze heeft de handen vol met burger. Ja, ik snap het. Maar wat is het überhaupt? Wat eet ze? Ja, ik weet het niet, maar ik heb nu zin om lekker uit eten te gaan in een Engels voetbalstadion. Kijk het kindertje. Lekker op het kindertje. Waarom zegt een regisseur dan, we laten een volle 2 minuten een dikke vrouw zien die een broodje eet? Reclame. Ik denk gewoon extra aandacht. Bam. Iedereen ziet dit. Zodat je dan weet dat Ziggo Sport überhaupt bestaat. Ja. Ik wist dat niet. Nou. Nee, ja, precies. Zo, die kan er nog wel bij, mevrouw. Ik vind het vooral mooi ironisch dat het stadion Vitality Stadium heet. 4 reten. Anders krijg je het echt niet in je muil. Als je daar nog een top bun op hebt. In je muil. Bournemouth. Ja. Hey. En het is slecht voor haar Liverpool. Hey. Jezus. 3 reten. Dikke billen. 5 reten.
Ja, je kan hier niet lekker mee optreden, denk ik. Nee. Het heeft wel een beatje nodig, man. Ja. Het is Heineken musical vol en zo'n gast met een roerstuig. Star Wars is gewoon super awesome. Sorry, ik vind Star Wars gewoon super episch. 4 reten voor Star Wars. Star Wars. Roerstaafjes, episch, episch. Roerstaafjes, altijd episch. Kan niet anders zeggen. Roerstaafjes, awesome. 5 roerstaafjes. Ik vind het vooral leuk voor deze gast. En eigenlijk een opluchting. Dat dit niet is uitgezonden op Zico Sport. Dus, 5 reten. Gwen Patat Mayonnaise schrijft: zoeken naar een reguurse wat in de plus staat is nog nooit zo moeilijk geweest. We kijken gewoon naar een reguurse van: vind ik die grappig of vinden wij die grappig? En dan gaat hij erin. Of kunnen we er iets over zeggen? Ja, dus hou plus gewoon als je iets grappig vindt en min als je iets niet grappig vindt. Maar doe niet zo fucking gay. Of Onsympathiek. Juist. Iets Wilders schrijft: beste Quid en Verleven, ik vind jullie samen leuker. Met een mokkel erbij heb ik het gevoel dat er bij jullie toch een soort van rem op zit. Oké, ik ga wel weg. Jacobus de Brug schrijft: ik heb er trouwens eentje voor Quid, omdat hij het woord poets zo leuk vindt. Hij heeft een tongbreker. Een tongbreker? De postkoetskoetsier poetst de pots. Ja, dat is Penis op het droge, en die schrijft: nu Gwen zo leuk met haar boezem zat te zwaaien, zat ik zo te denken, is het niet leuk als Kim Holland eens bij Dumpertreten komt? Dat lijkt me een erg gezellige aflevering worden. Ja, hoezo ook als je het dan over pornstars hebt, waarom Kim Holland? Ja, maar dat bedoel ik. Ja. Het is gewoon het porno-cliché. Ja. Terwijl het zijn echt wel leukere porno, weet ik veel. Zeer Janka schrijft: hoeveel krijgen jullie hiervoor betaald? Ik gok te veel. Veel te weinig. Nee, maar echt veel te weinig. Bamiapje schrijft: woensdag blijft toch mijn favoriete werkdag van de week. Ik krijg mijn miserige loontje van de Jumbo, heb mijn gesprek met de psycholoog en natuurlijk de nieuwe Dumpert en South Park afleveringen. Een gesprek met de psycholoog? Ja, nou. Ja, nee, is prima. Ik hou van die openheid van onze reguurs, ja. Maar... We gaan de mensen toch geen psycholoog shamen? Nee, helemaal niet. Maar ik vind het grappig dat hij dat ertussen noemt van: ik hou van de woensdag, want ik heb... Ik ben gewoon erg blij dat reguurders in ieder geval inzien dat het misschien verstandig kan zijn om met een psycholoog te gaan praten. Is ook heel verstandig, ja, daar word je nooit slechter van. Ten eerste zou er één reguurderspsycholoog moeten zijn. Ja, een vertrouwensreguurder. Ja. Een ombudsreguurder. Ja. Dat soort dingen, ja, leuk. Kloothommel 3000 schrijft: beste Quid en Van Leeuwen, ik heb een vraag voor jullie. Hoe blijven jullie altijd de hele aflevering grappig? Als ik me op mijn gemak voel, gaat het meestal eerst wel goed. En als ik me dan te veel op mijn gemak voel, dan vindt iedereen me meestal best wel fucked up raar. Nou, dat is op zich een goed iets. Maar wij hebben daarvoor Nick. Ja, die edit gewoon zo dat alleen onze goede stukjes te gaan. Ja, want wij zijn ook fucked up raar. Sterker nog, dat weten jullie niet. Maar soms zijn we aan het eind niet meer zo scherp. Maar die filmpjes doet Nick dan altijd aan de voorkant. En de filmpjes met goede grap, die zet hij dan nog even aan het eind. Zodat het net lijkt alsof we constant scherp zijn. So. We zijn al 5,5 uur bezig nu. Ja. Ja. Oh, je wil naar huis. Ik mag moet niet. Weg. Beun-kop schrijft: misschien een nieuwe suggestie dan maar. Geraldine Kemper. Maar Geraldine, ja, dat lijkt me... Leuke meid. Ja, dan kom ik ook weer. We eindigen met een gedicht. Leuk. Van Pindakaaskoekjes. En die schrijft: bloemen verwelken, schepen vergaan. Maar soms moet iemand met zijn reet op Dimitri staan. Je hebt kont eten. Dimitri heb je helemaal gemist, denk ik. Ja. Dat was een leuke episode. Nou, die was erg goed in kont eten. Ik hou van karma-filmpjes. Oh, laat wat liggen. Is het portemonnee. Fuck you. Rijd door. Maar hij heeft zijn portemonnee. Ja. Dit is wel echt spannend, hè? Hebben ze de telefoon ook nog laten liggen? Daar had je wel wat leukers mee kunnen doen, toch? Ja. En je hebt zijn telefoon en zijn portemonnee. Dan doe je dit. Dat durf ik ook nog wel met mijn eigen... Ja, hij leeft nog. Dan ga je toch zeggen: volg me als je hem wil. En dan rij je naar de zee en dan flik je hem in de zee of zo. Ja, precies. Je had er iets leukers mee kunnen doen. Ja. Zonde van die situatie. Dit was zo'n geweldige... Ik vind het een beetje jammer. Zo ga je niet om met elkaars eigendommen. Dat doe je gewoon niet. Dat doe je alleen als mensen van 50 plus doen dat. 2 reten. Die motorrijder had er veel meer van kunnen maken. 1 reet. Leuk filmpje, vrolijk, feel good einde. Niemand werd met een nunchuk in zijn kut geraakt.
4 eten. Nee. Dit blijft gewoon altijd leuk. Ja. Dit vind ik nou ook wel leuk. Dit is een soort traditie waar ik wel op zit te wachten. Ja. Altijd aan het eind van het jaar als het weer koud wordt. Gewoon de eerste gasten die door een bak heen zakken. Ja. En dat ze vriendjes dan heel hard gaan juichen. Ja, geweldig. Oh, mooi. Elk jaar hebben we deze filmpjes. En ik vind het fantastisch. Ik vind het leuk dat die Eastpak rugzak, dat ze die nog steeds toen ik op school zat ook al hadden. Dus daarom 2 reten. Ik vond dat hij nog verbazingwekkend ver kwam. 5 reten. Hij kreeg een aansteker op zijn hoofd. Een papieren vliegtuigje. En deze gast die krijgt een puk tegen zijn hoofd met een fucking heftige snee. Zo! Shit. Maar en deze man die begint te huilen. Ja, vanwege papiertje. Vanwege het papiertje. Ja, ik denk dat we gewoon wederom het bewijs hebben dat voetbal een sport is voor mannen die heel erg goed in contact staan met hun zachte kant. Als je een puk op je hoofd krijgt en je loopt gewoon door, dan ben je echt een geweldige vent. 4 reten. Die kan je zwaffelen, jongen, die man. Die blijft gewoon staan. Ik vraag me af of die puk nu, of die nog in zijn hoofd zit. Of ze die er nog uit moeten halen. Gewoon achteraf. 2 reten. Als je zo'n papieren vliegtuigje vanuit het bovenste nog van het stadion precies op die coach krijgt. 4 reten. Dit was Dumpert Reten 81. Met Johnny en Arjen. Jee, bedankt. Leuk dat jullie het weer hebben afgekeken. Oké, doei. Doei.